Gijs Slingeland voor de tweede keer in het veld dit jaar. Met deze schitterende klank op de achtergrond, ik weet niet of het te horen is. Maar ja, de standaard vraag waar ik eigenlijk altijd mee begin, wat hebben de pensionado's gedaan? 4-0 verloren. Terecht. Het klinkt als een nipte Nederland. Nee, terecht. Jongens waren beter. Kwaliteitsinjectie nodig gemist. Rechtshalf van de jongens, die bespreken het hele veld. Ja, dat is jammer, die hadden we Lenny aardig nodig gehad. Lenny Kravitz, ja. Ik denk dat hij gisteravond nog een leuke optreden gehad heeft in het paard. Maar ja, we hadden hem graag erbij gehad. Hij was de man van de wedstrijd. Jij bent weer fit? Ik ben weer fit. Vandaag 45 minuten. Daar ben ik blij mee. Ja? Ja, ik zit weer aan te komen. Oké, okay, je gaat verder eigenlijk met je. Gewoon die roerige tijd achter de rug. Ja, 2009 was een roerig jaar. Maar alles opgekrabbeld, situatie stabiel. En ja, we gaan volle porrie vooruit. Ben jij in Horijk heel veel last gehad, en Piet Bart trouwens ook, van jullie escapades van gisteravond? Gisteravond was uitstekend. Jullie zijn gemist. We hebben jullie gemist ook. Het was denk ik een goede opmaat voor een prima wedstrijd. Alleen ja, met te weinig kwaliteit kan je niet het resultaat brengen wat je eigenlijk verwacht van tevoren. Te veel gedronken? Nee, dat is het niet. Nee, we hebben echt heel rustig aangedaan. Keurig biefstukje erbij gegeten. Dus wat dat betreft, nee, dat was niet de oorzaak. Okay. Waren we hier in Den Haag? Of tenminste onder de rook van volgens mij van Scheveningen? Of is het misschien wel Scheveningen? Ja, tussen het Zuiderpark en Loosduin in. Ja. Kijkduin. Dus maar echt compleet weggetikt? Of maar de eerste helft had, zat er eerste, wat in? De eerste helft zat er wat in. We begonnen gelijk op, denk ik. Jongens waren ook niet zo goed. Maar ja, jammer, een foutje van Piet Bar. Die verstruikelde zich over zijn eigen benen. Ja, kan er best overkomen. Sorry Piet. Maar ja, dan kom je lullig 1-0 achter. Tweede goal mag eigenlijk ook niet vallen van 30 meter. Ja, hij schiet er mooi in, maar die mag eigenlijk ook niet vallen. Ja, dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. Dan speel je een verloren wedstrijd. Formaliteit, tweede helft. Nou ja, je hebt de wind mee, dus je hoopt dat je snel die aansluitingsgoal kan maken. Maar ja, als dat niet gebeurt en scheidsrechter fluit ongelukkig voor een, niet echt een pingel. Ja, dan is het over en uit en kun je eigenlijk naar huis. Dan moet je één schot op doel gehad volgens mij. Wie had de tweede helft van Jos, volgens mij, of Jaap, wie was het? Jaap, ja, en Hordijk die verslikte zich ook nog een keer, die had ook nog een kans. Maar nou ja, dan zie je gewoon dat er niet in zit. Ik probeer een beetje hoogtepunten nog te pakken, waar we kunnen even doorbeduren. Zijn die er ook of niet? Die zijn er denk ik wel. Ik vond de speech van Hout van tevoren erg goed. Ja. Waarbij toch ook wel eventjes een paar mannen van pensionado's met het neus op de feiten werd gedrukt door vandaag niet aanwezig te zijn. Concreto, afzeggen met slechte reden, zeg jij dat nu? Of, Nou, vind ik wel. Ik bedoel, als je lid bent van een vereniging of van een team, dan kun je man niet laten zakken door een oefenwedstrijdje te spelen met... ik weet het geen eens. Laten we daar geen woorden meer over gaan maken. Plannen voor vanavond? Plannen voor vanavond? Ik denk dat ik in Den Haag blijf. Lekker in Indonesië pakken en maak er wat leuks van. Nou, ik zeg heel veel plezier. Dankjewel.